Zomer 21 aanbevelingen. Vrij ademen, zwaaien, glimlachen, ontmoeten, op straat dansen, zoenen, op je kop gaan staan, nuilen, mouwen, schuimen, veel in de buitenlucht verblijven, plannen maken, stilstaan, vooruitkijken en vertrouwen. Stichting Vierdaagse Feesten heeft door het centrum van Nijmegen diverse fotoborden geplaatst om het Vierdaagse gevoel ook dit jaar warm te houden. Zo staat bij het station een bord met een gedicht van stadsdichter Heidi Koren. Maar wat doen de wandelaars dit jaar om de Vierdaagse warm te houden? Ik heb vroeger met de Royal Air Force gelopen. Ik had daar vrij veel vrienden bij. En tegenwoordig lopen we met een vriendengroepje. En dat kan variëren van een man of 6 tot een man of 12. En morgen starten we dus en dan pakken we iedere dag een stukje van de Vierdaagse mee. Niet de volledige route. En ieder van ons die gaat dus op een gegeven moment zitten kijken van luister eens, wat lopen we dit jaar? Welke route lopen we? En je komt op de meest waanzinnige routes uit. Dus dat is heel erg leuk. Ja, wij zijn de Scouting 3 Stromengroep in Noemersdorp. Wij gaan de Sint-Joris-mars lopen. Dat is een tweedaagse hike door de omgeving hier. 40 tot 45 kilometer zo'n beetje. Dus dat gaan we met een groep scouts doen. Die zijn 12 tot 13 jaar. We gaan langs een aantal markerende punten hier in de omgeving. Die moeten ze zelf opzoeken. Dus ik kan niet vertellen waar zij moeten. Toch is de organisatie volgens Jan Mulder één belangrijke aanbeveling vergeten. Daar staat geen alternatieve Vierdaagse op. Er staan allemaal hele mooie dingen op. Onder andere de brug waar we overheen lopen als we terugkomen. Maar helaas geen alternatieve Vierdaagse. Dat doet mij een beetje pijn. Overigens vind ik het heel erg jammer dat we ook nergens geen Vierdaagse vlag zien. Ondanks alle aanbevelingen kan geen enkel alternatief tippen aan het echte Vierdaagse gevoel. We waren gisteren in de stad en dan denk je van ja, waar is iedereen nou? Dan zit je wel met je eigen groepje, maar je mist gewoon die mensen.